Ik ben niet Aaf van het Kostjes. Ik ben niet Mark-Marie Huijbrechts. Welkom bij Mark-Marie en Aaf vinden iets. Hoeveel sterren geven wij? Winnen. We gaan heel kort. Deze week over winnen. Do's en don'ts, dat is het thema. En dan hebben we natuurlijk het roddelblad. Je hebt gewoon een echt roddelblad mee. En we hebben echt roddelblad, je hebt ouderwets gewoon. Ja, lekker, echt. Met grote letters en zo. Ja, en Jan Uriot. Oh, gelukkig. Die toch zijn leven aan het beter is, volgens mij. Hij heeft echt wel nieuws gevonden deze week. Niet alleen maar wat mensen allemaal niet doen, maar ook echt wel wat ze wel doen. Ja, wat er dat echt ze echt doet. Iets meemaken. Goed, en zo. Hoor. En hij heeft met Imke Marine gesproken. Dat is natuurlijk niet. Ook wel echt een nou, als je dat voor kennen. Elkaar hebt, dan mag je gewoon weer Jan Uriot heten. Goed, daar gaan we direct over hebben. Imke Marine, ik snap haar leven niet meer zo heel erg goed. Want dan woont ze weer op het platteland. Dan is ze dat weer, heeft ze er weer failliet. En dan heeft ze dat weer verkocht. En dan heeft ze weer een kapel. Beetje en dan gaat ze weer. Ja, nou ja, zonder de failliet. Dat is wel met failliet gaan en heen en weer pendelen tussen Ibiza en Nederland en dat soort dingen. Maar zij lijkt me wel, ik ken haar helemaal niet, maar zij lijkt me wel een hele leuke vrouw. Ja, een van de meer. Maar goed, daar gaan we het straks over hebben. En hebben we het probleem van de week. Ja, iets met burn-out verschijnselen. Iets met burn-out verschijnselen. En we hebben natuurlijk een suiker-oom. Volgens mij is Stan Revel een oom. Ja. Ja, zeker wel. Dus dat gaat over pijnloos bruin worden. En veganistisch. Pijnloos en veganistisch bruin worden. Ja, nou, goed, wie wil dat nou niet? Daar gaan we het straks over hebben. Jouw week? Ja, mijn week. Mijn week was wel goed. Ik heb net iets geleerd. Ik was bij de mondhygiëniste. Oh. Het is altijd een fijn moment als je dan daarna... Vanochtend nog. Ja, wat ik vanochtend allemaal nog heb nou, gedaan. Ja. Dat was een schema. Maar ik lag daar. En zij kwam met haar... Ja, met haar haak op een plek waar ik toch het gevoel dat ik een open zenuw, dat er een open zenuw werd geraakt. En dat, dus ik begon een beetje zo, soort ja, eigenlijk te huilen. Ja. En op een gegeven moment zei ik van ja, het doet nu echt wel zoveel pijn dat ik sterretjes zie. Oh. Want ik begon, ja, ik zag sterretjes. Ja, zag sterretjes gewoon. En toen zei ze van ja, dat komt omdat je heel veel adrenaline voelt en je lichaam wil opstaan, maar je fatsoen zegt blijf liggen. Oh. Zij is ook psychologisch een beetje ingesteld. Ik vond het ergens wel lekker of zo dat ze dat zei. Ja. Want ik dacht, ja, inderdaad, waarom sta ik nu niet op en ren ik deze kamer uit? Want iemand is gewoon... Ja, met een haak. Met een haak in mijn zenuw, nou, ik heb soms ook bij dat ik het idee heb dat ze met die haak proberen om gaatjes te forceren. Ik heb serieus geld aan soms denk ik, ja, oh, nou zit er een gaatje. Denk ja, nou wel, ja. Want je had dat haakje erin. Dat zei mijn vader altijd over de beugeltand. Dus hij zei, de ene maand zet hij je hele gebit naar links. En dan zegt hij, het staat erg naar links. En de volgende maand zet hij het weer helemaal naar rechts. Dat was 6 jaar lang zijn mening over mijn beugeltand. Je hebt een beugel gehad. En die duurde heel... Hij zit nog steeds achter mijn tanden. Een goede tanden heb jij. Nou, dat heel was mooi dus recht. Het fijne van het hele verhaal. Dat net stond ik op straat even te praten met wat andere podcastmensen. En die zeiden, wat heb jij eigenlijk een witte tanden? Toen zei ik, nou ja, dan is dat hele bezoek aan de mondhygiëniste... Ja. Dan is het alweer waard geweest eigenlijk. Nee, maar ook heel mooi. Ja, ondertanden zijn dus wel heel goed... Dat is die beugel. Nee. Jawel, heel goed. Ja, maar boven begint het... Als je op zekere leeftijd komt, gaan je tanden weer een beetje een eigen leven leiden. Precies, hè? Ja, tandvlees voornamelijk. Nou ja, en nu gaan dus mijn wogentanden... Daar zit nog altijd een beugel achter. Kan je niet zien waar je zitten. En die gaan nu toch een beetje zo van... Nee, ik ben nu een middelbare tand. Ik ga nu een beetje doen wat ik zelf... Zelfstandig geworden, ja. Ik ben een heks, ik ben lekker gek. Maar als je een kroket eet, gaat er dat... Dan achtertussen zitten? Of? Ja, je moet dus hartstikke goed poetsen de hele tijd. Oké. Okay. Kroket blijft wel een paar en dagen rachen hangen. Die ook rachen doe ik ook. Ik rach me helemaal zuur. Ja, dat hebben we hier ook in de studio. Die ook zat te rachen. Echt, als hij 1 keer iets gedronken heeft, dan moet hij echt gewoon... Van na koffie wordt er ook... Ja. Nou, Marmie heeft het nu gewoon over Tim Nieuwen. Ja, toch? Tim Nieuwen heeft toch een soort obsessie met... Onze baas. Rachen tussen zijn tanden, ja. Rachen tussen mijn tanden. Zit een liedje, denk ik. Maar goed. Dus jij bent daar... Oh, ik trouwens, dat was eigenaardig. Ik was net hier op kantoor. Want bij Tony Media, zeg maar, wij zijn niet zo vaak hier op kantoor. Nee, dat is boven onze studio. Ja, maar daar werken 4000 mensen inmiddels. Ja. Echt. Ja, allemaal echt even knap en jong. Ja. Ja, en Downies en Brownies is er niks bij. En toen kwam er iemand, dus...
Nee, maar omdat wij natuurlijk wel eens problemen hebben waar mensen mee komen, zeg maar, op dingen. Maar er was een handschreven brief binnengekomen, daar kwam hij mee. Met Tony. Ja, met Tony. En dat was van een Louis of zoiets. En die had een. Die heeft een zoektocht van 4 jaar is hij al mee bezig. Het was ook, moet ik zeggen, een klein beetje onduidelijk. Ja. Want hij was op zoek naar iets en dat zou hem 25.000 euro opleveren. En ze zei volgens mij dat hij een raadsel probeerde op te lossen. Ja, hij probeerde een raadsel op te lossen en dan zou hij 25.000 en daar is hij al 4 jaar mee bezig. Ja. En nou, hij heeft het idee dat hij niet achter gaat komen en heeft hij allemaal media aangeschreven, dus ook Tony Media, om daar dat mensen mee kunnen denken over dat raadsel, omdat dat geld maakt er niet meer veel uit. Dat vond ik ook wel weer mooi. Dat geld maakt hem eigenlijk dat niet meer veel losgelaten. Uit. Dat raadsel is een soort iets in zijn hoofd geworden. Maar gaat dan degene dat geld krijgen die hem de oplossing geeft? Weten we dit niet? Ja, ik ben ook. Het is een beetje een kettingbriefachtig gebeuren, hè? Ja, het is handgeschreven brief. Sterfhuisconstructie, maar hij probeert wel echt gewoon nu dus. Nou, want ik zat wel bijvoorbeeld ergens te eten. In een restaurant, ergens in het land, ergens, weet ik wat. En er waren er 2 mensen, die liepen dan allemaal rond met een telefoon en zo. En die deden dan mee met een soort spel, is dat? Ja, dat is van dat GPS-tracken of ja. Zo, ja. En dan kunnen ze achter een steentje kunnen ze een briefje vinden of zo. En dan moeten ze dan ook weer hun nummer opschrijven en dan weer terugstoppen of zoiets. Ja, dat is een soort speurtocht met je telefoon. Ja. Ja. Oh, die lopen ook door restaurants heen. Ja, nou, storend. Langs een terras, voor langs een terras. Was ik al zo recht door zo'n soort sterrentent. Nee. Moet hier zijn. Nee, op de buik bij een coronapatiënt. Als ze hem omdraaien, dan zie je het. Nee, het is een spel in dat wat je buiten doet. En dan stop je allemaal weer terug. Maar in ieder geval, dit was dus die. Dit was echt een old school handgeschreven. Ik zal er wel eens achteraan gaan hoe dat precies zit. Want anders weet ik volgende week misschien wel iets. Misschien kunnen alle jongens en meisjes van Tony Media er iets mee. Want die waren het in hun lunchpauze aan het bekijken. Want ik zat natuurlijk nog met mijn eekhoorn. Dus, ja, nou, we zaten allemaal een beetje met jouw eekhoorn. Vorige week, ik ben van de pak aan. Ik ben van de oplossing. Ik ben niet van heel lang denken, oh, hoe zou dat gaan? Nee, hup, oplossen. Ja. Dus ik had toen ik terugkwam, had iemand, ik weet niet wie dat had gezegd, maar die had gezegd, je moet zo'n camera, dus ik camera kopen. Dat had ik gezegd. Oh, had jij gezegd? En toen was jij van, ja, nee, dat ga ik echt niet doen. Zei ik dat? Meteen je camera gaan kopen. Ja. Fijn. Leuk. Fijn dat je naar me luistert. Ik weet niet meer en ook vergeet dat ik het tegen je heb gezegd. Luister maar terug. Het staat want online. Er zit hier zoveel mensen. Ik weet niet meer wie het was. Nee, natuurlijk was jij het. Natuurlijk. Tuurlijk. Ja, nou, ik zei dat je 6 camera's moest echt, kopen. Maar die zegt dat niet. Nee, zeg. Wat leuk was echt als je nou een camera had gekocht voor mij en dat had gegeven. Dat was over cadeaus gesproken. Dat was ik even vergeten. Dat was nog een superleuk cadeau geweest. Maar dat was nou onzin geweest, want ik had er alleen gekocht. Dus ik had er ondertussen eentje besteld. Dus ik was naar Tilburg gegaan en dan was hij aangekomen. Net op tijd, heel goed. Had ik op kunnen gaan halen. Eerst bij de verkeerde winkel gegaan. Een speciale dierencamera? Meer zo'n dievencamera. Het is een camera die aangaat als... beweging. Als er beweging is. Ja, ja, ja. 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 Dus leuk. Dus die had ik dus. En ik had dus een voedselhokje voor de eekhoorn. Maar hij had nog niet door dat hij het met zijn pootje open moest doen. Dus ik had wat nootjes ervoor gelegd. Ja. En toen had hij die camera aangesloten. En had die eekhoorn gedaan? Nee, ik had... dacht, je zei, had die camera? Nou, dan is hij echt... Dat hij dat hokje niet snapt is één ding. Maar iets met een USB-kabel. Boven natuurlijk intelligent. Dus hij snapt wel de camera aansluiten en de batterij erin doen. Dat snapt hij wel. Dat is een mooie gadget, Marmarie. Maar zo'n ding open klappen, nee, dat snapt hij dat gewoon is niet. Is alweer beyond. Die les had hij, die maandagochtend was hij. Die evolutiestap dus, heeft hij gedaan. Maar... Toen had ik dus dat helemaal zo klaargehangen en zo. En die nootjes ervoor op gedaan. En de volgende dag, natuurlijk heel snel zo naar de tuin. Oh, nootjes weg. Ja, dit is gewoon Sinterklaas moment. Dus ik had gewoon... Dus ik dat apparaat op mijn computer aan. En er kwamen de eerste beelden. En nou, hier. Oh my god. Dat is een muis. We gaan deze muis wel even delen, mensen. Dit is echt de meest muizige muis. Dus ik heb al dagen zit ik daar nooit voor die muis neer te leggen, gewoon. En ook dat had ik gezegd. Had jij gezegd? En had ik gezegd, nee, kan nee, niet. Die zijn daar niet. In Tilburg geen muizen. Wat is dat voor ik rare dacht, die stap? Die kunnen bij ons niet in de tuin. Maar nee, dat kan niet. Nee, muizen komen heel moeilijk in tuinen. Dat vinden ze erg lastig. Maar die kunnen natuurlijk gewoon over een muur heen klimmen. Oh. Maar wacht even, is dit in jouw huis, die muis? Want of zit hij op dat voederbakje? Hij zit op het voederbakje. Dus je bent al dagen bezig
bezig om een muis te plagen. Kijk, want je ziet hier. Kijk, hij zou eigenlijk kunnen zien dat er nootjes allemaal zitten. En dan moet hij dat opentillen. Kijk, die muis snapt dat sowieso niet. Nee, maar die muis is wel, die heeft wel die nootjes die jij daarvoor hebt gelegd. Zeker. Al daar denkt hij, wat is hier gebeurd? Ze leggen voortaan eten klaar. Wat heerlijk. Het is heel nieuws. En ik ben de enige muis in Tilburg, dus die denkt echt dat hij gewoon de lotto heeft gevonden. En nou zit hij al een paar nachten. Die denkt, hallo. Dus nu heb ik ook meteen die camera weggehangen. Want ik die beelden hoef ik niet te zien. Dat wil ik nooit meer zien. Dat wil ik gewoon nooit meer zien. Dus ik heb nu de batterij eruit gehaald. Want anders gaat het lekker. En heb ik het zo allemaal weer in een pakje gedaan. En terugsturen naar BCC. Nee, dat doe ik dan weer niet. Maar die leg ik dan voordat er... Want kijk, die eekhoorn zit er echt. Want ik heb hem gezien. Ja, alleen, je hebt hem één keer gezien. Hij laat hem s'nachts... Waarom zet je niet gewoon die camera bij die boom? En als hij dan uit die boom komt, dan gaat de camera aan. Want dan beweegt er iets. Ja. Even zonder voer. Gewoon, die eekhoorn zal toch wel een keer weer uit die boom komen. Ja, hij zit nu al 4 weken in. Dat is waar. Dat is weer een goeie. Ja, en nu ga jij maar zeggen, nee hoor, dat ga ik echt niet doen. Rent naar Tilburg. Ik weet niet wie het zei. Ik weet niet wie het zei. Maar iemand die ik daarna erg gewist, zei... Ja. Nee, maar dat ga ik, dat vind ik een supergoeie... Nou goed, het is prima idee. Er zijn betere ideeën. Ik vind het wel echt heel goed. Dit is wel een goed idee, ja. Jezus, dus ik... dit hoef ik nooit meer te zien, die muis. Nee. Nou, dan is mijn tip, leg geen voer meer voor hem neer. Nee, dat ga ik nu ook niet meer doen. Ik wacht gewoon tot die eekhoorn snapt. Ja, die slimme eekhoorn. Dat hij het omhoog moet doen. Ja. Maar misschien... Heb jij een domme eekhoorn? Ik heb ook een domme kat. Ja, dat bestaat. Sommige dat bestaat, zijn dom. Ja, daar denken we nooit aan, maar dat bestaat natuurlijk ook. Dus ik ben heel benieuwd of die eekhoorn... nog terugkomt en dat we hem nog een keer zien. Dan ga je het wel updaten. Ga ik het zeker laten zien. Dus dat was onze week. Ja. En dan zijn we bij het thema winnen. Ja, thema winnen. En hoe kwamen we hier nou op? Tenminste, ik vermoed een beetje dat jij zo op het idee kwam. We kregen ineens een mail van de Podcast Awards dat we zijn genomineerd voor een Podcast Awards. Ja, dat is superleuk. Ja. En dat komt door jullie, onze luisteraars. Want tenminste, ik neem aan dat niet volstrekt willekeurige mensen ons hebben genomineerd. Dat hebben luisteraars gedaan. Ja, dus dank. Ja, hartstikke bedankt. Want ik moet eerlijk zeggen, ik wist niet dat het er was. Ik wel. Jij wist wel. Gijs heeft er een keer één gewonnen. Mijn man. Ja, toen man Gijs. Ja, omdat ik dat van jou had bij me. Mijn man Gijs. Dus sindsdien weet ik dat ze bestaan. En dan krijg je een heel leuk klein trofeetje in de vorm. Dus die moeten we dan wel uitwisselen. Dus dan hebben we met z'n tweeën één trofee, maakt niet uit. Dat is een klein microfoontje. Nee, want ik had meteen naar jou. Dan word jij misschien uitgenodigd. Als we dat winnen, dan word jij uitgenodigd bij Maxima en Willem-Alexander. Voor die lunch met winnaars. Voor die lunch. Dat hoop ik zo. Want ik ben er al een keer geweest. Jij bent al gearriveerd. Ja, heel soms doen ze iemand 2 keer, maar dat doen ze eigenlijk echt nooit. Niet meer naar al die verhalen die jij hier over die lunch bezint. Nee, want ik heb hartstikke leuke... Dat was niet over die lunch, dat was gewoon over die wc van Beatrix. Daar heb je 2 keer... Was een ander feest. Geuren en kleuren over verteld. Maar dat was een ander feest. Ja, maar ik denk dat jij gewoon... dat jij niet meer bij de Oranjes mag langskomen. Nee, maar ik had toen gevraagd aan die... Of ze wel eens mensen 2 keer uitnodigen. En dat doen ze heel soms als er iets heel bijzonders aan de hand is. Des te meer reden voor jou om die podcast award te winnen. Ja, want nu zijn we dus genomineerd. Maar nu moeten we doorpakken natuurlijk. Ja, dat vind ik dus het rare aan wedstrijden. Ja. Of nominaties. Ik word echt nooit voor iets genomineerd. Hoor. Heb jij prijs gewonnen wel eens in je leven? Nou, ik heb 1 keer een troetelbeertje gewonnen op de speelgoedbeurs. En dat staat me nog echt heel erg bij. Ja. Wat een waanzinnig moment. Dus ik weet niet of je troetelbeertjes kent? Dus een beetje na jouw tijd, denk ik. Nee, nou. Nou, mini-generatie-kloof, hè? Mini-generatie-kloof is dit. Nou, die had van die beertjes en die hadden dan op hun buik bijvoorbeeld een regenboogje. Ja. Nou, wilde ik hartstikke graag hebben. Er was toen heel erg in de mode. En toen was jij 28 of hoe oud? Ja, gewoon eind 30. Nee. Dat zeg maar nog net zelf geen kinderen. Nee, hoe oud was je? Ja, ik denk dat ik 10 was of zo. Oh, ik was naar de speelgoedbeurs. Okay. Dat was een waanzinnige beurs. Dat heb je volgens mij helemaal niet meer. Daar presenteerden alle speelgoedmerken hun speelgoed. Ik weet echt niet hoe ik daar was beland. Nee. Maar met een vriendinnetje mee of zo. In de Rai in Amsterdam. Waar altijd de huishoudbeurs is. Ja. Nou dat, maar dan met speelgoed. En dan moest je dus gewoon een troetelbeertje natekenen. En dat had ik gedaan. En ik had de beste tekening. Oh. Maar ik vond het fijne ook... Ik weet nog dat... Ik weet gewoon, ik herinner me dit zo verschrikkelijk goed... dat ik dacht... Ik heb zeker... Deze tekening is echt supergoed. Ik heb dat troetelbeertje heel goed getroffen.
Maar ze gaan het vast aan iemand anders geven. Ik weet ook niet waarom ik dat dacht. Maar misschien om mezelf vast in te dekken of zo. Waarschijnlijk. En toen kreeg ik gewoon... En ik heb hem gisteren weggegooid. Nou ja, dat vind ik raar. Dit is zo toevallig. Maar dat vind ik ook raar dat je die weggooit. Waarom heb je die weggegooid? Nou ja, ik heb hem voor mijn deur gezet en aan de hele straat geëpt. Ja, weggegooid dus. Ja, eigenlijk wel van kom maar halen. Die... Waarom? Ja, ik weet niet. Dingen nemen ruimte in. Vergaren stof. Maar je had die beer gewonnen. Ja. Ja, en wat stond daar voorop? Volgens mij had hij een regenboog. Hij is helemaal groen, heel pluisig met van die rode sterretjes op zijn hoofd. Het is echt een schattig ding. Maar weet je, ik ben echt wel heel erg van Marie Kondo. Je moet het ook... Het sparkt joy. Nee? Het sparkt wel een beetje joy natuurlijk. Maar hij is trouwens al niet meegenomen. Niemand wil hem hebben. Nee, we hadden vroeger een bank. Toen dachten we, als we die buiten zetten, nou, die is binnen een dag niet zo weg. Ja. Nou, die heeft daar 4 dagen gestaan. Dat is een heel oude Chesterfield bank. Maar ja, dat is hartstikke mooi. Ja. Maar dat vonden mensen toch niet... Nee, ik dacht niet zo aantrekkelijk. Populair. Nee. Ik dacht dat er rot in of vlooi of zo in zaten. Ja, waarschijnlijk. Maar goed, dus je hebt... Dus... Ik heb een keer iets gewonnen. En het gekke vind ik dus van een wedstrijd. Zodra er een... Of van een nominatie. Als nou die nominatie er helemaal niet was... en wij helemaal niet in de running waren... zou ik denken, zou het aan me voorbij gaan. En nu is het dan ineens van... Oh ja, maar dan wil ik toch wel winnen. Vind ik zo'n raar mechanisme. Ja, het raar, hè? Ja, dan, ja, wil ik niet dat Giel Beelen van mij wint. Terwijl wat kan dat mij kan, dat hè? Ja, dat kan. Hij is ook genomineerd. Hij is ook genomineerd. Ja, maar Giel Beelen. Ja, nou ja, goed. Het maakt natuurlijk eigenlijk helemaal niks uit. We kunnen ook inderdaad de andere nominatie... Dat we niet onszelf ophelen. Maar de andere naar beneden praat. Ja, dat is ook een goede. Ja, zullen we dat gaan doen? Maar winnen, dus dat geeft wel een soort... Want we hadden het net even over spelletjes doen en zo. En ik vind bij spelletje bijvoorbeeld... vind ik het helemaal niet erg om te verliezen. Ik ook niet. Maar dat maakt het voor de anderen wel vervelend. Nou, maar ik speel wel heel fanatiek. Okay. Dus ik doe net alsof ik heel graag wil winnen. Ja. Want dan maakt het spel leuker. Want als je te onverschillig bent in het spel, dat is niet leuk. Is dat ook eigenlijk niet het hele leven gewoon? Dat je net doet alsof het belangrijk is en dan is het niet belangrijk. Ja. Dat gevoel heb ik wel eens. Ja, misschien... Ja, misschien is dat want zo. Want als je gaat doen van ja, who cares? Ja, wat maakt het uit? Ja, dan maakt komt het niks helemaal meer niks meer uit je handen. Nee, dat is waar. Dus ik vind hier niet eens, maar ik vind het echt leuk om serieus te spelen, zeg maar. Om dat serieus te nemen. En als er iemand anders vindt, vind ik het ook prima. Ja. Ik zal ook nooit in dat val spelen. Of, nee, of want, boos worden. Of, nee, daar maakt mij niet zo uit. Ik snap nooit zo goed mensen die niet tegen hun verlies kunnen. Ja. Dat vind ik zoiets... Vroeger dan ging ik pingpongen met mijn broer. Ja, hij kan inmiddels tegen zijn verlies, hoor. Maar toen kon hij nog niet tegen zijn verlies. Wat ik hartstikke leuk vond. Want dan kon ik hem gewoon niet gekker krijgen dan door van hem te winnen. En dan ging hij altijd die pingpongbedjes zo helemaal door de kamer gooien en zo. Ik dacht, ja, we hebben gewoon 11 keer een bal in en weer geslagen. Ja. Waar gaat dit over? Ja, mijn oudste zus, die kan nu ook inmiddels wel tegen goed verlies, dat we maar die komt, moeten we even bij zeggen. Want anders zit weer de familie een beetje de ditje elke keer in de podcast. Ja, eigenlijk alleen maar Giel Beelen naar beneden maar die praten. Kon ook niet goed tegen. En dan gingen we het klaar, gingen we het spel, het monopolium zo klaarzetten. En zei wat Janine, leg alvast je pyjama klaar. Het zal direct wel weer uitlopen dat zij kwaad naar bed ging, zeg maar. Ja, dus wij deden altijd wel... Maar voor de rest viel het bij ons wel mee. Ze hebben ons wel geleerd, volgens mij, mijn ouders, dat verliezen niet. Ja, maar ik heb het dus ook nooit... Want bijvoorbeeld mijn dochter heeft het ook met pingpong trouwens. Het zal een genetische kwestie zijn. Die trekt dat ook voor geen meter. En ze is de kleinste van ons allemaal. Ja, daar verlies je dus wel het vaakst. Dat ja, mijn broer jullie kaart ook. Spelen wel. Ja, maar ik ga gewoon vol erin. Ja, het stomme is, ik vind het... Voor de kinderen, ze zien het aan mij als ik ze toch een beetje laat winnen. Dat zien ze gewoon. Dat vinden ze niet leuk. Ze zeggen altijd, mama, echt spelen. Oké, dan gaan we echt spelen. Oh, jezus. Dan verander ik in een soort Chinees pingpongmonster. En dan ram ik ze er klets, helemaal klets, uit. En weer verloren. Nog een keer. Maar wat ik dus niet snap... Oké, ze is pas 10, maar waarom vindt ze het zo erg? Ja, en ik vraag me altijd af, kan je daar iets aan veranderen in een opvoeding? Wat ik altijd raar vind, hoe doe je bijvoorbeeld met... Dat vind ik altijd zo raar als iemand... Een van de kinderen is jarig. En dan komt er bezoek. En die hebben dan voor dat andere kind ook iets meegenomen. Ja. Dat vind ik dom. Oh, dat doe ik altijd. Dat vind ik super dom.
Waarom? Dan zeg ik, en jij ook wat omdat je grote zus jarig is. Och, wat verschrikkelijk. Dat is toch verschrikkelijk? Dan heb je toch, geef je toch helemaal het verkeerde signaal? Dan moet er dus altijd iets voor die ander ook zijn. Nou, ik vergeet het ook wel eens, hoor. Nee, maar je doet het wel eigenlijk voornamelijk. Eigenlijk wil ik het wel doen. Ja, maar dat vind ik superdom. Ja? Ja, dat vind ik superdom. Want ik vind dat je kind moet leren van... het gaat vandaag even niet om jou. Ja, nu gaat nu het om over je kleine ja. Thea. Of nee, Thea mag ik niet meer zeggen, maar Liesbeth. Kleine Liesbeth gaat het nou over, weet je wel. En Johan, volgende keer weer. Nu even dimmen. Worden er nieuwe Johans geboren? Ik denk niet, hè, Johan? Johan, nee. Misschien dat zijn vader Johan heet. Er is wel best wel een Nederlandse namentrend. Hè? Johan is natuurlijk wel zo leuk van Johan van Oldenbarneveld en zo. Dat is echt gewoon een gigantisch of ding. Kruif, Johan Kruif natuurlijk. Ja, die eigenlijk meer. Ik denk dat Johan best wel nog een dingetje kan gaan worden, hoor. Maar, en ik hoorde later ook, die was Oost-Europees. Die heette Thea, maar die heette... Ja, want ik vroeg me ook af of Thea ook nog een revival te wachten staat. Daar ben je al maanden mee bezig. Wij denken niet, maar in Oost-Europa wel. Want dan doen ze Thea zonder H. Gewoon Thea. Oh ja, ja, dat vind ik wel cool. Vind ik ook wel iets hebben. Maar dan moet je het zeggen, ik heet Thea zonder H. Ja, dat moet je wel bij zijn. Ik vind Theo zonder H vind ik ook cool. Theo, ja, vind ik ook leuk. Ja, dus, maar, ja, dat, heeft dat... iets Aziatisch, vind ik, Theo zonder H. Ja, iets heel internationaals. Ja. Weet je van, ik heb een carrière in Singapore opgebouwd voor mezelf. Ja, dat. Hoe verder vanuit, hoe groter de carrière, hè? Ja, nee, dus dat vind ik kan ook in Japan niet over straat. Ja. Denk, nou, het zal nog wel meevallen, maar goed. Wij kunnen het gewoon niet zien. Kunnen gewoon niet dingen. Dus hoe verder het werkt, hoe groter het meestal succes is. Ik vond het ook altijd heel cool dat neven en nichten van mij banen in Singapore en zo hadden. Dat ik denk, het is toch gewoon een baan. Ja, en Lara Fiji, die trad op, zei ze in heel grote stadions. Maar dat geloofde ik nooit. Maar die waren leeg. Ergens in een hotel foyer of zo. Nee, maar ik bedoel, ik geloof het niet zo goed dat zij echt zo heel... Want waarom zou je dan terugkomen, zeg ja, maar? Ja, dat moet je... Nee. Dan zou je gewoon kunnen blijven. Ja, dan blijf je daar. Maar goed. Winnen dus. Winnen dus. Hey, en heb jij hebt wel iets gewonnen, want jij zat toen bij dat winnaarsding, bij die winnaarslunch. Wat had je toen gewonnen? Nou, ik zou jou vertellen. Ik heb natuurlijk best wel veel gewonnen. In mijn leven. Natuurlijk ook. Dat ontkennen. Nee, dat kan ik niet ontkennen. Ik heb best wel veel gewonnen. Maar noem het even op, ratel het even af. Bijvoorbeeld, ik heb Kamerette 3 prijzen. Okay. Dus publieksprijs, een juryprijs en de persoonlijkheidsprijs. Je had jezelf gewoon... Ja, nee, je vanuit je drie prijzen. Maar ik zou denken, als je het wint, dan mag je toch van uitgaan dat je iets van de persoonlijkheid hebt. Maar goed, kreeg ik toch nog een persoonlijkheidsprijs voor. Nou, prima, stak ik in mijn zak. Dan de Pamela Exportprijs. Ja. De beeld en geluid, dat vind ik altijd moeilijk om te zeggen. Maar dat was echt dat is heel moeilijk om serieus te nemen. Maar de tv-persoonlijkheid van het jaarprijs. Oh, echt? Ja. Welk jaar? Toen was ik, dat weet ik niet meer. Maar ik was het jaar daarvoor had Peter R. de Vries het gewonnen. Daar kreeg ik hem ook van. En Jürgen Reimann en die radar mevrouw Antoinette Herzenberg. Die waren genomineerd. En die Antoinette Herzenberg heb ik volgens mij al eens een keer verteld. Antoinette Herzenberg die was een beetje zuur ervan. Want die had gedacht dat zij zou winnen. Want dat was het jaar met die Vestia. Dat zij heel de tijd maar... Oké, achter Vestia aan. Ja, zoiets dergelijks. Ze dacht, dit is zo'n hete zaak. Dit is mijn jaar, dacht ze. Ja, en zij werd toen ook nog... Ja, om het allemaal nog erger te maken. Werd zij toen door Fons de Poel gevolgd, zeg maar. Dan ging Fons de Poel met je in de taxi terug. Ja. En dan kon je dan met Fons... Kon je dan napraten in de taxi. En zij dacht, oh, dat is leuk, dan heb ik die prijs. Dan kan ik lekker met Fons daarover praten. Leuk maar dan moest ze terug. Zonder, met Fons zonder prijs, maar wel Fons. En Fons had ook veel minder interesse ineens. Maar goed, moest wel met jou in de taxi. Maar die moest wel met haar terug in de taxi. Maar goed, en toen kwam ze me toe, zei ze... Ja, nou, gefeliciteerd. Maar goed, ja, ik heb ook mijn haar niet afgezet dit jaar, zei ze. Ik heb me wat? Mijn haar niet afgezet dit jaar. Ik had toen dat jaar mijn haar afgezet. Het was een beetje flauw, hè? No. Ja, het een beetje kinderachtig. Maar dat is wel een beetje zure verliezerstijl, hoor. Ja, ik kom wel moeilijk tegen de verlies. Goed, jeetje, eventjes, dit is geen verhaal voor in de media. Want anders krijgen we dat Bob Willers heeft het nu al uitgepiept, hè? Bob Willers, wat typ je toch lekker snel? Echt nee, dit is, ja. Fitty, Antoinette. Oh. Antoinette, onsportief. Maar ik vind als mensen zo onsportief... Ja, ik heb dat soort gedachten ook heus wel eens, hè. Ik bedoel, maar dat, je zegt het gewoon niet. Tel tot 10, nee, ga op de wc zitten, blaas in een zakje, gil in een kussen, doe iets. Doe dit niet. Want het erge is, dit is wat jij onthoudt.
Ja, dit is wat ik van Antoinette. Ja. Terwijl, ik zou ook heel leuke herinneringen kunnen hebben. Ik zou ook heel leuke herinneringen kunnen hebben aan Antoinette. Want Antoinette is van de Zeven Dag Adventisten, hè? Ook. Die, had je ook uren met erover kunnen babbelen. Wat zo heel grappig is, is dat heb ik ook al eerder verteld. Maar ik weet niet of ik het in de podcast heb verteld. Dus wil ik ook nog even zeggen. Als wij wel eens iets dubbel zeggen, ja. We zijn ook maar mensen. Het is natuurlijk gewoon uit het Ik wil ook leven. Wel een signaal aan je geven als je iets nog een keer Ja, maar jij weet dat soms nee, joh, ook weet ik niet. Veel. Maar Antoinette Heltenberg is van de Zeven Dag Adventisten. En ik vind het zo grappig dat zij radar doet. Het is een heel kritisch consumentenprogramma. Maar zij gelooft wel dat alles wat in de Bijbel staat echt zo gebeurd is. Dus jij zegt, waarom behandel je dat niet bij Radar? Nee, waarom kijk je niet iets kritischer naar je eigen geloof? Ja, en wel naar de Albert Heijn. Ja, want als je echt gelooft dat Adam en Eva in een paradijs... Zij denken letterlijk dat alles zo gebeurd is. Ja. Dus zij denken echt dat Adam en Eva daar rond hebben gelopen. Ja, zij denken echt die appel. Zij denken echt die slang. Ja. Zij denken gewoon alles echt. Ja, kameel. En er is Antoinette, kom maar even dichter bij de radio zitten. Het is gewoon allemaal niet waar. Ja, ik vind het heel interessant. Daar een zeggen. Aflevering ja. of een paar afleveringen van Radar aan wijden. En zet je haar eens af. Ik ben wel benieuwd trouwens. Wel leuk dat ze dat toegaf. Dat ja. het dat keiharde kapsel gewoon helemaal niet echt is. Ja, want dat is één grote. Dat loopt allemaal door elkaar. Hè? Dus dat haar? Of? Nee. Nee. De Partij voor de Dieren en Zeven de Achtvertisten. En Radar. Vegetariërs. Veganistische slager. Haar man is weer de oprichter van de Partij voor de Dieren. Ja. En die zitten allemaal in die Zevende Dag. Het is een soort driehoek, misschien wel vierkant. Heeft mij altijd een beetje afgehouden van het geheel. Ik vind het een moeras van veganistische... Mensen die hun haar niet afzetten. Ja, geloofswaanzinnige, zeg maar. Ja. Dus dat. Terwijl veganisme aan zich prima is. Dat is prima. Ja. Nogmaals, we hebben het niet gezegd, maar. We hebben een prima. Link. Ja, we hebben een link. Naar veganistische. Veganistische suikerboom. Jezus, goed hoor. Dit was echt niet bedacht. Het lijkt nu waanzinnig bedacht. Ja. Maar dit is echt gewoon helemaal want, puur uit zeg maar jezelf via gehaald. De Zevende Dags Adventisten, het veganisme, zijn we nu bij zelfbruiner aangeland. En hey, Ten Revel. Ja. Ten Revel. En we hebben een cadeau. Ja, dat hadden we niet eerder namelijk. Nee, het is leuk dat ze nu een kortingscode hebben. Ja. Dat zeg ik altijd ook heel graag. Dus je hebt Temravel. Dat is een zelfbruiningssysteem. Een apparaatje zelfs. Ja, het is nu zelfs Pro. Dus Temravel Pro heet het eigenlijk. En dat zorgt dat je niet geen vlekken krijgt en zo. Want als je gaat smeren dan en je zit hier handen vol en zo. Ja, dat is niet mooi. Allemaal niet aan de hand. Nee, je spreekt jezelf helemaal bruin. Ja, het is veganistisch. Ja, dat bedoel ik. Belangrijk. Het is dus veganistisch. En je kan ook gewoon hele grote delen. Je kan ik zit nu heel erg naar mijn lichaam te luisteren. Dus je kan en je gezichtje, delen die kleine gezichtje. Je kan toch altijd grote delen doen? Ja, maar je kan, omdat ze zegt, het is zo'n klein apparaatje. Maar toch kan je gewoon zo woep, zo met je hele lichaam. Die ene nominatie met dat hele grote gezicht. Die kan gewoon zo met Ten Revel. Kan ze heel de gezicht doen. Moest kijken. En heb je dus natuurlijk een even resultaat in 15 seconden. 15 seconden? Ja, dat is... We hebben dus een kortingscode. Ja, de kortingscode is... MMA20. MMA met hoofdletters 20, allemaal aan elkaar. En dan krijg je 20% korting op het gehele assortiment van Ten Revel. Nou, moest kijken. Dus doe je voordeel mee. Gentle for your skin. Ja. Dat wil ik ook nog even zeggen. Heel goed. Gentle. Precies. Veganistisch, daar waren we gebleven. Winnen. Ja. Ja, dus en ik heb ook nog een blindenconcours gewonnen. Met je toen gedaan alsof je blind was. Dat was het jaar dat je ogen had. In het grote publiek moest je 20 blinde mensen zoeken. Nee, het was een blinde visconcours. Dus je had... blind vissen? Ja, of voor blinde vissen. Ja, dat was het, denk ik. Het was gewoon een visconcours, maar het was dan voor blinden. Ik weet ook niet waarom blinden dan extra geld moeten hebben. Maar die hadden ze. Dat geven ze af en toe zo. Maar je wilt vissen, aan. De sport? De sport vissen. Wat dacht je dan gewoon als vis? Nou, ik dacht voor blinde vissen. Dat maar voor blinde vissen. Kijk, je zit nu zwemmen. Te vissen. Dat je denkt, een blinde erbij en zegt: nee, ik zit nou te vissen. Nee, dat is natuurlijk ook voor blinden niet leuk. Ik vind dit een heel ingewikkeld concept. Nee, het was een concours met allemaal mensen die gewoon konden zien, zeg maar. Oh, wel. Ja, heb je die allemaal gecontroleerd bij de meeste. Dat kon ik gewoon zien. En dan hadden ze met een engel. En dan ging de opbrengst. Ik denk dat je moest betalen om mee te doen of zo. Oh. Maar dat ging allemaal buiten me om, want ik was jong. En toen had ik een thermoskan gewonnen.
Want jij kon het beste vissen van alle ziende mensen. Nee, want het was niet de hoofdprijs. Want de hoofdprijs was geloof ik een blinde. Maar, maar dit was gewoon een prijs die je kreeg, zeg maar, omdat je dan tiende was of zo. Oh, je had een troostprijs een keer gewonnen. Nou, een troostprijs is dus niet aardig. Dus je hebt de Palma exportprijs en een keer een thermoscan gewonnen. En alle prijzen op kameretten ook nog. Persoonlijkheidsprijs. En tv-persoonlijkheidsprijs. Ja, omdat je dat jaar je haar had afgezet. En dat haar had afgezet, maar dat was niet zo. Want ze hadden een combinatie gedaan waarvoor het allemaal was. En wat vond je nou de leukste prijs? Ik bedoel, heb jij bijvoorbeeld één trofeetje? Oh, en de Portinario natuurlijk had ik gewonnen. Van de beste, Oscars. Beste theaterprogramma van het jaar. Heb je ook wel eens zo'n speech? Want dat lijkt me dus het leukste deel. Zo'n bedankspeech. Dat lijkt me verschrikkelijk. Heb je dat niet gedaan toen? Nou, toen waren er geen nominaties. Dat was het eerste jaar dat de Portinario voor het beste cabaretprogramma. Ja. En wij waren net vakantiegeven. Wij lagen in ieder geval spoorloos. We lagen te huilen bij spoorloos. En die avond was in Rotterdam. En toen werd ik gebeld door Bianca van Pline Bianca. Je hebt gewonnen. En toen, je was er helemaal niet bij. Ik was er helemaal niet bij. En dan hadden ze die telefoon hadden ze naar het podium. En dan hadden ze bij de microfoon. En zo heb ik mensen bedankt. En toen zijn wij naar Rotterdam gereden. Dus toen ik er aankwam, was er wel feest. Maar was dat allemaal voor mij. Dus ik hoefde gelukkig... Ja, ik hou er helemaal niet van. Waarom hadden ze je niet uitgenodigd als je die prijs... Ze hadden me wel uitgenodigd. Oh. Maar ik was het niet. En er was helemaal geen enkele... inkeling dat ik zou gaan winnen. Nee, het was niet van kom toch maar. Nee, wat hadden ze tegen... Er waren namelijk wel vrij mensen die een beetje geïrriteerd waren. Want Theo Maassen en Sander Wallis, die hadden ze echt nog nagebeld. En gezegd, kom je ook met de regisseur? Want dat is wel leuk als regisseur. Oh, dus die zaten dus helemaal dacht, klaar. Die allemaal een briefje. Want die dachten allemaal dat ze zouden gaan winnen. En jij lag gewoon tv te kijken. En ik lag gewoon zo van niks. En toen hier is je moeder. En toen zijn we heel snel naar Rotterdam gereden. Dat was op zich wel leuk. Ja, leuk, maar ja. Het is leuk dat je niet die spanning van de nominatie hebt. Nee, want dat lijkt me ook moeilijk. Want dan zit je met bijvoorbeeld 3 genomineerden in zo'n zaal. Dat zie ik altijd bij de Oscars. Nou, dan heeft die ene dan gewonnen. En dan moeten die anderen zo blij klappen voor die ene die wint. En dat is gewoon moeilijk. Ja, en dan zeggen ze altijd, je zijn eigenlijk allemaal winnaars. Ja, dat is helemaal niet waar. Er zijn gewoon losers en één winnaar. Ja, komt het dan daar komt het wel op neer. Ja. Dus, maar goed, die thermoscan heb ik ook niet meer. Nee. Het blindenconcours bedoel ik. Nee, en ik denk dat het troetelbeertje nu ook wel meegenomen is. Ik denk dat er nu niks meer is voor blinden. Dat je geld op gaat halen voor blinden. Waarom zou je dat ook doen? Nee, maar ik bedoel niet van... dat is niet meer... Die zijn onder pannen bedoel je? Nou, dat weet ik niet hoor. Er zijn natuurlijk altijd weer nieuwe projecten die je kunt verzinnen. Ik bedoel, voor zoveel dingen kun je geld ophalen. Nee, maar ik bedoel, wat voor projecten dan... Nou, bijvoorbeeld dat je dan meer van die ribbels op straat legt. Die zie je bijna nooit. Ja, dit is even die zomaar. Die zie je bijna nooit, dat is wel een goeie. Nee, precies. Ja. Nee, maar daar kan je nog best wat meer van. Ja, maar dat is voor mensen met rolstoel weer heel onhandig, die ribbels, hoorde ik. Nou, dan kan je daar weer geld voor ophalen dat ze dan... stukjes zonder ribbels. Nee, maar ik denk dat soort dingen nu gewoon meer door de overheid worden geregeld. Ja, dan mag dus je eigenlijk hopen. Ja, dat hoort ook zo. Ja. Dus ik denk dat er steeds minder nodig is dat er aparte dingen voor blinden die niet door de overheid worden geregeld, zeg maar, dat privé gedaan hoeft te worden. Ja, of via jou die meedoet aan een viswedstrijd. Ja, want ik vind het eigenlijk heel stom dat nodig is. Had jij toen een vis gevangen? Ja, nee, ik had helemaal niks gevangen en heb ik een thermoscan gekregen. Nee, natuurlijk had ik een vis gevangen. Ik dacht, jij hebt gewoon niks gevangen. Nee, die rare jongen die krijgt een thermoscan. Nee, ik had wel allemaal vissen gevangen. Oh, maar meerdere. Ik zat met oma Harry. Oma Harry was de man van tante Wil en tante Annie. Weet je, tante Wil en tante Annie woonden samen. Ja. Met oma Harry erbij natuurlijk, want die was met tante Wil, zeg maar, deelde zij het bed. Ja. Dus met z'n tweeën. En tante Annie was de zus van tante Wil. Oma Harry deed niet met tante Annie het bed. Nee, dus hij deelde het twitsen. Niet dat ik weet, maar hij deelde het bed. Nee, geloof het niet. Geloof het, tante Annie hebben we het al zo over gehad. Ja, want die was nog maagd. Zo goed als nu op de 75. Strak als een, weet ik veel. Geen gebruikssporen. En die waren ook niet door oma Harry aangebracht, die gebruikssporen. Nee, dus niet oma dat Harry, weten. Die deed het, weten wij niet. Maar als hij het deed het met tante Wil. Maar die schuift nu steeds een denkbeeldig. Tante Annie van tafel met zijn hand. Er wordt steeds iemand zo opzij gesproken. Die hadden een scooter en dan moesten we tussen oma Harry en tante Wil in. Moesten wij dan ergens met de 3 kinderen? Van je moeder? Nee, alleen 1 iemand. Nee. Ik, maar dat was echt, die waren best wel groot, zeg maar. Ja. En dan zat je er zo tussenin, zeg maar. Aan alle kanten kwam dan vlees op je af. Vlees en zweet op me af. Dus dan, maar dan kwam je uiteindelijk wel ergens. Ja. Maar goed,
goed, dus die ging met mij dan vissen. Want hij was een grote visfanaat. En ik wilde liever niet aan de vis zelf komen. Dus dan deed hij het haakje met de worm eraan. Ja. Dan deed ik het in het water. En als ze dan deed ik het zo weer terug. En dan pakte hij de vis eraf. Oh. Dan deed hij die meten en dan gooide hij die terug. Meten? Meten, okay. Vis. Hij ging meten. Gewoon elke vis meten. Ja, je doet alsof dit heel normaal is. We vroegen aan de vis hoe lang hij was. En dan schreef hij het op. En zo kreeg je dan, als je dan een lange lengte had, alles vissen bij elkaar, dan kon je thermoskan winnen. Oh, dit leidde allemaal naar die thermoskan. Ja. Wat denk je dan? Ik dacht, dit is een zijverhaal over viservaringen. Nee. Maar dit is gewoon een climax. Dit is nog steeds de kern van ons verhaal. Dit is thema. Je bent zo gefocust. Driven. Ja, dit is thema-driven podcast. Ja, dat was ik even vergeten. Dat is ons thema-driven. Keiharde thema. Keiharde thema. Ja. Ja, alle vissen werden opgemeten. Nu snap ik waarom. Ik denk, waarom staat die man vissen? Nee, nou ja, laat maar jouw familie. Hij was een bouwvakker en dan ging hij met zijn scooter. Dit is niet thema-driven. Nee, dat dacht ik ging al. Met zijn scooter. Heeft nooit iets gewonnen, denk ik. Maar ja, Tante Wil heeft die gewonnen natuurlijk. Dus, en eigenlijk leuk. Dus die thermoskan, sorry. Ik had hengel vast. Dus juridisch daar valt heb nog ik over gevist. Te twisten. Nee, juridisch. Weet je, zoals toen met die tv-persoonlijkheid van het jarenwoord, hoor. Ik denk dat Oom Harry heel anders over denkt. Nee, ik heb. Maar goed, hij was bouwvakker. En dan ging hij met de brommer, de scooter, ging hij naar België. Want daar kon je dan meer verdienen of zo als metselaar. Oh. Hij deed metselen. Ja. Dat was echt wel een oud beroep. En toen heeft mijn moeder nog. Mijn moeder deed inderdaad niks, maar die heeft wel toen een klein muurtje in onze douche gemetseld, oh. Waar oma Harry bij zat op een stoel en die zei dan hoe ze het moest doen en dat deed mijn moeder het. Echt? Ja. En dat was wel onverwacht. Maar is die muur helemaal tot het plafond gekomen of is het gewoon een beginnend muurtje wat daar is gebleven? Bij de douche, dat het water niet zomaar heel muurtje. De badkamer in ging, zeg maar. Dat wil ik ook zo graag. Ja, dat is super fijn. Ja. Ja, mijn moeder is dood aan het echt jammer. En oma Harry ook trouwens. Ik zag geen eens mogelijkheden. Daar zou ik niet op wachten, want die. Nee. Dat is een beetje die. Nee. Dat is gevlogen. Maar goed, dus dat zijn al mijn. Ja, en ervaringen. En ik heb ook nog wel een keer een prijs gewonnen. Ken je de Emmy Awards? Nee, in de Bazelaar. Dat was een buurtcentrum. Ja. En daar deden wij de Brotherhood of Man na, de playback. En toen hebben we eerst prijs gewonnen in een playbackwedstrijd. Met Huub van der Zande en Connie Joly en Suzanne Maas en ik. Goed dat je de andere ook even noemt. Ja. Bij de Bazelaar. In de Bazelaar. En dan deden wij de Brotherhood of Man na. Dan kregen we volgens mij gewoon een beker. Verder was er niet zoveel. Maar dat was wel eerste prijs. Goed, hè? Save all your kisses for me. Ken je dat? Ja, nu je het zingt, weet ik ineens wat je bedoelt. Ja, en we hebben hun ook nog ontmoet in Waalwijk in een tent. Dat was eigenlijk de beloning natuurlijk. Van de Brothers of Man, ja. Dat kon toen nog. Er kwamen mensen gewoon naar een tent in Waalwijk. Ja. Ja. Dat is ook toch bijzonder. Gewoon aanraken. Helemaal uit Engeland. Ja, zeker. Zeker, dat vonden ze fijn. Vandaag waren dat, hè? Maar hoeveel? Ja, sterren. Sterren krijgt winnen. Hoe belangrijk vind je winnen en vind je winnen dan heel fijn? Nou, ik vind winnen ook stom. Niet als ik het zelf doe, maar ik vind het gewoon zo vervelend dat heel veel dingen in winnen of verliezen worden gemeten. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Van winnen in het leven, winnen van een ziekte, winnen. Oh ja. Dat vind ik sowieso heel vervelend. Dat vind ik ook heel vervelend van het gevecht en zo. Echt niet van, ja, ze heeft toch gevochten en zo. Dat vind ik altijd zo zielig. Ook als je dan keihard en gaat dan ten onder. Jou ligt. Nee, dat ligt dus even voor de record. Even dat duidelijkheid, ligt kom even dichter bij de radio. Niet aan zelf. Nee. Van had je toch wat harder moeten vechten. Ja, hè, dan jammer. Dan had kanker wel gezegd, ja, precies. Ik stop ermee. Ja. Je bent zo sterk. Ja, stom. Nee, dus daar kan ik niet tegen. En ik kan ook soms niet, dat is in Nederland misschien. Nou ja, gewoon de hele competitie, dat je ook wel eens denkt van, nee, kan dat stoppen? Nee, want daar heb ik dat ik zou bijvoorbeeld bij sporten al heel snel denken, oké, je bent sterker, beter, ga lekker. Ja, dat is ook wat mij geen Olympiër heeft gemaakt. Ik had het talent, maar de attitude. Nee, toch? Ik kan niks op sportgebied, maar ook dat die houding is natuurlijk de helft van het werk, dat je helemaal geobsedeerd moet zijn door een medaille. Nee, maar ook, ik zie wel eens voetbalwedstrijden en dan staan ze 4-0, zou ik denken. Jongens, ik kap weet mee. Je wat? Ja. We gaan dat gewoon, doen kinderen dit bij voetbalwedstrijden. Die gaan gewoon liggen. Ja, en ik zou ook denken, ja, dat snap ik ook. Ja. Dit wordt hem niet meer. Nee. En we gaan dat nooit meer inhalen. En ik weet nog wel, er komt nog een hele pauze en zo. Ja, maar zullen we gewoon niet meer. Nee, zullen we gewoon naar huis? Hoorde je dat? Beetje een boer? Het was een soort, maar innerlijke boer.
Een boer van binnen. Zag je dat? Nee. Ik hoop niet dat het naar binnen slaat. Ik denk het wel. Ik denk niet dat het er nooit meer uitgaat. Ik hoor het gewoon. Maar goed, dus dat... Nee, maar dat geobsedeerd met winnen kan het... Verschrikkelijk. Je ziet bij die sporters, die worden gewoon hartstikke gek. Nou ja. Of misschien waren ze dat al. Ik heb volgens mij ook wel eens over die tennissers. Die staan dan 2 sets achter en zo. Dan denken ze toch, nee, ik ga er weer tegen. Ik zou denken, jongens, dit wordt hem gewoon dit is niet dus meer. Exact. Nou, ik ga douchen en dan zetten we ik lekker hang mijn witte rok. Ik doe mijn witte rok in de was. Frituur aan, dan doen we lekker mijn bitterballen leuk of kaasballen. Leuk muziekje erbij. Heerlijk. Geen ballen naar de associatie. De hele dag op stand nee, dat zou ik wel... Dat die doorzettingsvermogen heb ik niet. Dat vind ik ook vervelend. Nou ja, ook. En ik denk dat dat ook... Oké, misschien zit ik nu iets te hoog in te zetten. Maar misschien heeft het ook toch... dat je gewoon even ziet van... waar ben ik mee bezig? Ja, het relatieve van. Ja, ervan. Zo van, ik sta ergens... ik sla de heet het keihard tegen een bal. Even, ja. Ik doe helemaal tennissers niet tekort. Want het is een fantastisch mooie sport... en heel veel mensen beleven er plezier aan. Ja. Maar ergens is het natuurlijk... Niet natuurlijk. Het is wel bizar. Ja. Maar hoeveel sterren voor winnen? Ja, nou, ik zou zeggen... Ja, wat zou je zeggen? 2,5. Want weet je, het is heus een leuke drijfveer voor mensen. En ik wil ook heus wel die podcast award winnen. Maar het heeft ook een hele vuile kant. Kijk je heel serieus bij. En jij? Ik geef het... ja, ik vind het... Ik geef denk 3 sterren. Oh. En jij hebt ook heel veel dingen gewonnen. Ja, ik heb heel veel dingen gewonnen, maar dat betekent helemaal niks. Ik weet nog dat ik bij de Pamela Exportprijs, dat was dan een beetje een soort geheimzinnig. Hè? Dan moest je dan, jij moest dan boven in Carré verstopt zijn. Dan kwam iedereen en dan zeiden ze, dit jaar heeft gewonnen. En dan moest ik van de trap afkomen. Ja. En toen stond ik daar, toen zei ik van, goh, ja, iedereen hartstikke bedankt. En zo. Maar toch bedank ik Karim het meeste. Want jullie staan hier volgend jaar gewoon weer met iemand anders. Ja. Die jullie dan weer het allerbeste vinden. Ja. En voor Karim blijf ik volgend jaar ook nog steeds de leukste. Dus, dankjewel. Ja, dus, sorry, maar... Dus het heeft iets ook heel erg... Het betekent in feite ook niet heel erg veel. Nee. Dus het is leuk om iets te winnen en zo. En we willen wel graag die podcast... maar ook om jou het paleis in te krijgen, zeg maar. Ja, eigenlijk het paleis maar in te shuttelen. Ja, en, dat kan ik daarover vertellen. Ja, dat kan je daarover vertellen. Dus wat dat betreft vind ik winnen... Ja, ik vind ik verliezen ook niet erg. En nee, dat moet 3. Je nu niet zeggen. Nee, maar voor die podcast niet, maar nu voor dit eventjes ja, wel. Ja, voor het thema wel. Ja, oké. Okay. Zeker. Nou, zitten we op een gemiddeld van 2,75. En we gaan door naar, dit is de overgangsmelodie, naar de privé deze week. En de Emmys zijn uitgereikt, over winnen gesproken. Ja. Die Olivia Colman, die ik hartstikke leuk vind, maar die vindt het toch altijd moeilijk om een beetje samenhangende speech te geven. Ja, maar dat is ook wel weer lief. Gegeven? Nou... Haar vader was gestorven aan COVID. En dat was wel heel lief. Dat ze zei, goh, die is een half jaar geleden. En je voelt een heel sociale schrik als ze dat zegt. En, maar ik vind haar wel leuk. Zij is, ik vind haar een heel erg fijne actrice. Maar de reunie van BZN is dichterbij dan ooit. Dat vind ik dat vrij bedreigend klinken. snap je? Het is een dan beetje ooit ook. Afghanistan-achtig nieuws. Ik kan elk moment helemaal omslaan. Ik kwam hem een keer tegen. Dan je denkt. Nou, ik kwam hem een keer tegen. En Jan Keizer. Zo grappig, Jan Keizer, ja. En soms vergeet je zelf wat je ooit ergens ooit hebt gezegd over iemand of iets. En toen zei hij tegen mij... Zij hadden toch een afscheid genomen, maar heel groots op Nederland 1... was toen heel de, al de programmering dat was veranderd. Helemaal een ding. Was helemaal zo'n afscheid. En toen hadden we bij de Wereld Draait Door hadden we het daarover. Vertelde hij dus. En toen had Matthijs mij gevraagd... Goh, heb jij het afscheid van BZN gevolgd? En toen schijn ik gezegd hebben... nou, ik heb al heel lang geleden afscheid genomen. Ja. Dat had hij onthouden. Dat had hij onthouden. Met heel vrolijk dan... hoor, niet vervelend of zo. Vond het wel leuk. Dus dat vond ik wel leuk. Maar ze willen nu dus weer opnieuw gaan optreden. En Jan Keizer is volgens mij iemand... want ik heb wel eens een keer RTL Boulevard... en toen had Abt Verlinde had het nieuws... van Jan Keizer heeft vandaag zijn iPhone laten vallen. Dat was het nieuws, zeg maar. Dat was het nieuws. Jeetje, Mina, he. Maar dan belt, denk ik, Jan Keijzer toch wel zelf met naar een andere iPhone. Met een andere iPhone. Mag ik even je iPhone lenen? Want hij is net gevallen. En dan hebben we halt nieuws. En dus die belden dan van, goh, ik wil even zeggen, mijn iPhone is gevallen. En ging je toen het hele panel daarover napraten met z'n allen? Van, ja, heb ik ook wel eens gehad. Wat verschrikkelijk voor Jan. En ik zou BZN nog wel bij elkaar komen. En Jan heeft natuurlijk heel veel BZN-fans...
ook een beetje in het... omdat hij daarna weer met Annie ging optreden. Dus hij had... Oh, Annie ging weg. Ja. Toen kwam Carola. Ja. En toen hield hij op met BZN. Ja. Hield hij op met BZN. En toen ging hij gewoon weer met Annie optreden. Ja. Dus er waren er twee kampen van fans. Ik weet niet of je dat programma wel hebt gezien, fans. Ja, dat was een geweldig programma. Ja, maar toen gingen die fans van Carola... die gingen vooraan bij het podium staan. Oh, yeah. En als dan Annie en Jan gingen zingen... dan gingen zij niet klap, stonden ze heel stil... zonder zo naar hun te kijken. Ja, dat was passive aggressive, maar dan eigenlijk niet echt heel erg passive. Nee, oh, dat is echt erg, hè? Dus ze hadden echt van die hele hardcore fans in twee kampen. Maar nu komt hij terug met... Carola. Nu komt hij terug. Of gewoon met iedereen. Hij komt gewoon terug. Hij komt gewoon lekker terug. En het is een verrassing met wie. Ja. Leuk. Ja, leuk, ik heb hè? Er zin in. Het is dichterbij dan ooit. Nou ja, dat is genoeg om te weten. Oh, nee, met Carola. Oh, met het kriebelt best, omdat met Carola... Het kriebelt dus om met Carola... Oh, dat en alle bandleden nog een keer te mogen doen. Laat ik het ook maar gewoon zeggen, zegt hij. Wat mij betreft zou het mogelijk zijn. En dan met iedereen die we ooit gehad hebben. Jeutje. Maar dan lijkt het of Annie er ook nog bij kan. Precies. Maar ik denk Carola, dat Carola Annie, dat accepteert. Heb je wel alle fans blij. Ja, maar dat zou Carola niet accepteren, denk ik. Dus nou ja, goed, nou, dan gaan we afwachten. Dit is zoiets als die eekhoorn. Dat gaat gewoon als verhaal. Ja, het eekhoornverhaal. Dan had John van Eert weer een column. Weer een column geschreven, want die blijft ook lekker bezig, hoor. Ja, die typt over. Ja, die typt ook door. Want had hij over chauffeurs. Want dan heeft hij laat zich altijd rondrijden of zo. Ja. Omdat hij zelf niet kan. Of ik weet niet precies waarom. Maar goed, hij laat zich gewoon rondrijden. En dan heeft hij de do's en don'ts van chauffeurs. Oh, do's en don'ts. Ja, dat heeft zo niet beschreven, maar dat staat wel. Maar wat mij opviel, en dat vind ik nogal iets... Hij zei allemaal chauffeurs die niet goed waren, zeg maar. Die noemt hij gewoon op? Die noemt hij Gerard. Nee. Ja, chauffeur nummer 5. Gerard heeft Roeland gehad, dus chauffeur nummer 4 en 5 was Gerard. Begreep niet zo goed dat hij als chauffeur naast veilig rijden de taak had... zich niet te mengen in gesprekken die plaatsvinden in de beslotenheid van de auto. Ja. Ah, dat vind ik wel raar. Zit er gewoon zo'n man erbij, gewoon in een auto. Jij zit te kletsen. Jij zit te kletsen en die mag dan niet daarmee meepraten. Ja. Ja, nou ja, dat was het. En dus eventjes een shout-out naar Jan Uriot. Ja. Dat hij dus gewoon echt zijn best heeft gedaan. En ik hoop en ik denk ook dat wij hem daar een beetje in hebben gestimuleerd. Ja. Dat hij iets dieper in de kan en dat hij er iets mee werk van maakt. Ja. Want hij liep er een beetje de kantjes vanaf. Misschien was hij een beetje bored out. Dacht hij gewoon maakt het allemaal uit. Nou, dat denk ik. Dat hij dacht, niemand ziet me. En, nee. en nu wordt hij gewoon elke week helemaal doorgenomen. Ja, en hij krijgt dus nu ook... Want zijn echt heeft een gesprek met Imke Marine gehad. Dat gaat dus over of er nog plannen zijn. Of ze het dak wil vernieuwen. Ja, ik weet het niet. Ja, goed dat hij dat vraagt. Ja, dat denk je niet snel aan. Nee. Dat is niet de gewone vraag. Nee, dan heb je er eindelijk aan de lijn. Maar dat komt, Jan Uriot heeft zich verdiept in Imke Marine en in haar huis. Nou, die had waarschijnlijk via Google Street View haar huis bekeken. Want dat is voorbereiden, hè? Ja, want dat is Jan, en hè? En toen zag hij van, hé, dat ziet er gewoon echt best wel... met die VVE, die helemaal lekker bezig zijn. Kijken wat ze daarvoor betaalt voor dat huis. Even naar het kadaster. Want dat is Jan. Daarom, hij pakt zo door nu. Die zou zijn prijs moeten winnen. En hoe zit het met die asbest? Die heb je 4 jaar geleden laten verwijderen. Ja. Maar helemaal en Lies heeft Visserijk heeft een nieuwe auto gekocht. Vind ik ook goed dat Jan Uriot erachter is gekomen. Ja, dat stond gewoon in Volkskrant Magazine. Ja, maar dat heeft hij dan daaruit overgediept. Ja, ja. Ja, dat is niet... Jan van de volgende keer ook zelf dingen verzinnen. Maar wel goed dat creatief het hoogtepunt uit het interview heeft gehaald... dat ze een nieuwe auto heeft. Dat vind ik dan wel weer slim. Ook het hoogtepunt uit het interview. Nee, dus kudo's voor Jan Uriot. Echt een top aflevering. Dit was... Jan, dat mag je best wel eventjes in je dagboek zetten. Nummer 38 was een doorslaand succes. 5 sterren voor Jan Uriot. Ga zo door. We gaan door naar het probleem. Ik ben 28 jaar en ik heb nog steeds geen opleiding afgerond. Ik heb al wel 2 opleidingen gedaan, waarvan eentje vond ik gewoon zelf niet leuk. Dus ik ben na 2 jaar ben ik gestopt. En 1 opleiding wilde ik heel graag afronden, maar na 3 jaar kreeg ik burn-out verschijnselen. Dus heb ik helaas de keuze moeten maken om te stoppen met de opleiding. Na 1 jaar aan mezelf te hebben gewerkt, wilde ik graag weer beginnen met de PABO, want dat is de opleiding die ik heb gedaan. Maar ik ben bang dat ik weer terugval in mijn oude burn-out verschijnselen. En ik wil eigenlijk niet
Werken waar ik nu werk, werk ik nu in een winkel, maar ik zie mezelf dat gewoon niet mijn hele leven doen. Dus wat moet ik doen? Ja, best wel een vraag, vind ik. Ja, en best wel een beetje een ingewikkelde vraag, omdat het lijkt, weet je, of de pabo en voor de klas staan echt is wat hij echt wil. Ja. Dat is natuurlijk op zich heel leuk, dat je een hele duidelijke ambitie hebt. Ja. En ik las bij heel veel mensen commentaar, zeg maar, dat heel veel mensen zeiden, ga nou eerst uitzoeken waar die burn-out vandaan komt. Ja, maar heeft hij wel een jaar gedaan. Hij is een jaar met zichzelf aan de slag geweest. Ja, maar toen is hij terug naar de pabo. Ja, en toen viel hij weer terug. Ja. Ja. Dus er is nog steeds iets. Nou ja, wat ik heb ook één jaar de pabo gedaan. Oh. En ongeveer mijn hele familie zit in het onderwijs. En dat is gewoon, dat kan echt een stressverwekkende omgeving zijn. Ja. Ik bedoel, jij bent heel goed met kinderen. Jij zou zo met 30 kinderen de hele dag in een lokaal heerlijk, willen zitten. Oh, heerlijk. En maar muziekjes maken. Al liever 9 jaar in de patoen. Ja, precies, dat bedoel ik. Nee, het is een stressvolle baan. Ja. En dus ook een stressvolle opleiding. Want je loopt meteen stage. Je wordt er meteen met je helemaal middenin gegooid. Ze denken, hoe leraren tekort, zet ze aan het werk. Ja. Maar wat sommige mensen zeiden, wat ook meteen bij mij opkwam, is je kan ook een opleiding tot onderwijsassistent doen. Dan heb je minder verantwoordelijkheden. Je doet wel werk in een school. Je bent leuk met die kinderen aan de slag. Alleen dan heb je er bijvoorbeeld een klein groepje tegelijk. Opleiding is ook korter. 2 jaar, las ik. Ja, dat scheelt toch. En je hebt niet die enorme verantwoordelijkheid van, er moeten 30 kinderen over van groep 7 naar groep 8. Je stuurt gewoon meer een beetje bij. En dan denk ik dan, want ik vind het wel heel leuk. Hij is een man, er moeten echt meer mannen het onderwijs in. Er moeten sowieso veel meer mensen. Hij klinkt heel open en vrolijk. Heel. Het is iemand die denkt, hij heeft echt zin in. Dus, en hij heeft 3 jaar, pabo. Dat is echt wel al best lang. Hij is lang. Al een heel eind. Dus misschien kan hij zelfs een heleboel vrijstellingen krijgen. Ja. Denk ik eigenlijk. Ja. Maar dat was ook het eerste wat er bij mij opkwam. Ik denk, dan zit je toch in de goede hoek. En ik ken ook iemand die is onderwijsassistent. Die zetten ze dan af en toe ook wel gewoon voor de klas. Weet je, dan kan je daar vast een beetje mee experimenteren. En misschien maak je die pabo dan op een gegeven moment toch op je slof af. Waarom wou jij het worden? Wou je basisschoollerares worden? Ik zou nog steeds wel willen. Ja, het leek me echt heel erg leuk. Ja, maar toen merkte ik dus, daarom stopte ik na 1 jaar, dat het een hypervermoeiende baan is. Oh. Ik kwam dan thuis om 4 uur 's middags en dan ging ik gewoon slapen. Oh. Dan begon mijn nacht. Echt waar? Ja, ik was zo moe na zo'n dag. Ja, maar ik denk dat ik nu ben ik wat ouder en snap ik wat meer met kinderen en zo. Ik bedoel, ik begrijp het gewoon allemaal wat beter. Misschien kan ik het iets beter aan dan. Het zal toch wel, want het zijn leraren die dat gewoon natuurlijk doen, jarenlang. Mijn zus doet het al 100 jaar met 2 vingers in haar neus. Maar het is ook wel iets waarvoor je gewoon talent moet hebben. Ja. Mijn zus kan zeg maar 2 keer met haar vingers knippen en is die hele klas stil. Ja, ja. Dat vind ik best bijzonder. Dat gaat mij niet lukken. Die is een beetje dreigend. Ja, zeker. Niet alleen maar tegen de klas, hoor. Ja. Die heeft overwicht. Ja, dat is iets wat je wel moet hebben. Ja. En wat veel mensen schreven, er komen heel veel mensen uit het onderwijs met een burn-out. Dus als je eraan begint al een beetje in die fase, dat is natuurlijk wel tricky. Ja, zeker. Maar het lijkt mij dat er iets aan die pabo is in combinatie met zijn karakteropbouw, zeg maar. Die ervoor zorgt dat hij het of zich allemaal te veel aantrekt. Ja. Of dat hij het beroep te stressvol maakt, zeg maar, ook voor hemzelf. Het is ook best wel stressvol. Ja. Ja. Maar zo'n opleiding. En want er zijn ook mensen, ik kan part-time pabo gaan doen. Ja. Maar dat is misschien dan ook niet echt de oplossing. Want misschien zit. Vraag ik me wel af. Ja. En die heb ik ook uitgezocht. En dat is nog steeds best wel stressvol. Want dan moet je er dus ook nog een beetje naast werken. Dus dan heb je eigenlijk ben je met twee banen bezig. Tenminste, tenzij je de 3 dagen door iemand anders bekostigd wordt. Ja, maar ja. Je zal toch een beetje geld nog moeten verdienen. Dus dat moet je dan echt zo. En dan duurt het ook langer. Dus ja. Dus die assistentschap, dat is eigenlijk een. Lijkt mij best wel een goede. Ja, en ik denk helemaal niet van dan moet je dat nu de rest van je leven doen. Maar dan kan je dat een paar jaar doen. En misschien sta je dan veel sterker in schoenen. Oh. Maar nu snap ik wel hoe die kinderen werken. Maar dat is niet de hele tijd dat je dan de hele tijd maar de dierprojector op moet zetten en zo. En dat je. Ja, nee, wat wij vroeger hadden. Ja. Dan hadden we op school 1 tv. Die zat met van die spanbanden aan zo'n rollend kastje vast. En die werd dan de klas ingereden. Oeh, dan kreeg je wel een tv, Dan kwam met het schooljournaal. Nee, maar snap je dat je het aquarium staat schoon te maken? Je doet dan wel echt. Bij mijn kinderen op school hebben ze een paar onderwijsassistenten. En die doen bijvoorbeeld lezen met een klein groepje. Rekenen met gewoon kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Ja, of juist wat moeilijker werk moeten krijgen. Dat doen zij allemaal. En dat is gewoon betaald. Uiteraard. Precies. Nee, maar ik bedoel, het is niet dat ze dan als een soort vrijwilligers half daar. Nee, het is een echte baan. Mm. Ja.
Moesten jullie vroeger ook altijd dat je dan aan het eind van de dag de vloer moest vegen en dan van dat rode spul er eerst op moest doen? Nee. Van dat paarse korrels, die moest je dan zo opgooien en daar moest je dan mee vegen. Hé, wat vreemd. Maar waren dat reinigende korrels? Dat waren reinigende korrels. Wat vreemd. Ja, nooit van alleen gehoord. Maar bij jou op school. Nee. In Brabant was dat. Dan had je van dat spul. Eigenlijk heel slim natuurlijk. Want als je dat dan veegt, waarschijnlijk boende je daarmee automatisch de vloer. Een soort Swiffer avant la lettre. Nee, Swiffer, daar boende je helemaal niks mee. En je hebt ook Boen Swiffer. Dat zie ik je gewoon ter plekke verzinnen. Ik zie gewoon uit je ogen zit Boen Swiffer. Daar heeft nog nooit iemand van gehoord. Nee, maar dit was gewoon van dat paarse, roze-achtige spul. En dan moet je dan opgooien. En daar moet je dan mee vegen. Weet je, zoals in pannenkoekenhuizen, dat ze altijd heel veel zand op de grond hebben liggen. Dat je denkt, jeetje, er vallen al heel veel kruimels. Waarom hebben jullie ook nog zand? Ik vind jou vanochtend niet heel erg sterk in de vergelijking. Want dit slaat ook weer... Nee, maar dat is totaal iets anders natuurlijk. Nou, als je zand gewoon op de grond gooit. Je hebt kinderen die de hele dag rommel zitten te maken. Dan gooi je daar paarse korrels overheen. Ja, why? En dan moet je... Er zitten nu allemaal mensen bij de radio die allemaal denken... Oh ja, precies, dat ken ik. Nee, maar er zitten ook echt heel veel mensen zo... met hun handen in het haar, met hun ogen rollend. Ja, echt. Die worden helemaal gek nu. Ja, maar toch bestaat het gewoon. Siep, ja, ken jij het? Dankjewel, Sie. Ja. Nou ja, goed, dus. Het bestaat. Dus laat weten als je iets Brabant. Als je hebt gestemd op ons en daarna denk ik heb nog even tijd, laat even weten dat je die korrels maakte ook kent. Maakte jij ooit schoon met paarse korrels? Ja, korrels op school. Ik denk dat wij hem wel geholpen hebben in dat ik hoop het. Ja, dat lerarenassistentschap, dat super. En mensen, stuur problemen naar @markmarina vinden iets op Instagram. Kan je inspreken op de DM? Oh, precies, ja. Want we kunnen er wel weer een paar gebruiken. Ja, en dan verlichten we je leven. Dat bedoel ik. Toch? Sowieso. Want hij weet nou... In, mijn broek, in mijn broek staat... Jouw broek? Ja, in mijn broek staat... Ja, dat is een beetje raar, maar dat staat wel in mijn broek. Oh. Staat... Go to sleep with a dream, wake up with a purpose. Het staat in jouw broek? In mijn gulp staat dat. Nou. Ja, dus als je op toilet zit en je hebt je broek open, even. Denk je... Och ja, dat is inderdaad een goeie. Zat aan de binnenkant van mijn broek. Weet je, wat leuk. En niet dat gewoon je met de hand geschreven. Dat heeft Karim erin gezet. Met de hand geschreven door mijn psychiater. Maar gewoon, dat zat gewoon altijd bij iedereen in de broek. In die broek. In die soort broek bedoel ik. Ja. Toch, Siep? Ja. Nou ja, dit was het weer. Nou, tot de volgende keer. Met dit beeld laten we jullie zaterdag ingaan. Ja, tot dan. Doei.